De veerboot MS Friesland vaart normaal gesproken tussen Harlingen en Terschelling, maar ligt nu op de kant bij scheepswerf Hoebee voor onderhoud. Hij vaart op Terschelling en daar zijn wat andere schepen die op een aanmeergelegenheid aan moeten meren. En daardoor zijn we nu een aanvaarde constructie aan het aanbrengen. Ja, wat is dan precies wat jullie aan het doen zijn? Technisch is het een stuk berghout wat eraan zit, hebben we eraf gesneden. En we hebben daar een brede berghout aangebouwd. En daar zijn we nu nog mee bezig. En waarom gebeurt dat hier in Dordrecht? We hebben een aanvraag gekregen via de rederij Doekse. En daarop in gesprek geraakt en offerte gemaakt. En die was blijkbaar passend. Is het nou moeilijk om zo'n aanpassing te brengen aan zo'n schip? Nee, technisch is het niet moeilijk. Voor ons in ieder geval niet. Het is voor ons, het ziet er indrukwekkend uit, maar het is niet een hele ingewikkelde aanpassing. Eind volgende week gaat de MS Friesland weer te water.